De reactoren en destillatiekolommen bevinden zich in een ATEX-zonering zone 2. Deze ruimte wordt een aantal keer per uur volledig geventileerd. De toestellen worden bediend vanuit een controlekamer waar ook alle metingen toekomen. Er zijn een 20 liter glazen reactor en een 50 liter RVS-reactor aanwezig. Beide reactoren bezitten een dubbele wand en worden opgewarmd door een Lauda-verwarmingstoestel door middel van thermische olie, tot een maximum van 150 graden Celsius. De koelers zijn aangesloten op het centrale koelwatersysteem. Er kan gewerkt worden bij een vacuüm van 100 millibar. De 20 liter reactor heeft een toevoerballon van 20 liter. En de 50 liter reactor heeft twee toevoerballonnen van 20 liter en 5 liter. Ze hebben elk ook een roerwerk, temperatuurmeting in de reactor en de dampleiding en bodemkraan voor het aflaten van materiaal. Vaak worden deze reactoren gebruikt voor het afdampen van mengsels om een eerste scheiding uit te voeren vooraleer een gefractioneerde destillatie uitgevoerd wordt. De destillatiekolom is modulair opgebouwd en kan zowel voor batch als continue destillatie gebruikt worden. De kolom is opgebouwd uit drie delen die gevuld worden met pakkingen van 3 of 6 mm. De destillatiekolom kan naar gelang de toepassing aangepast worden tot een maximum van 90 dp. De reflux wordt geregeld door een klep met magneet die door middel van een elektromagneet aangestuurd wordt. De klep zal de damp ofwel sturen naar de koeler van de kolom, zodat het terugloopt naar de kolom, ofwel sturen naar de destillaatkoeler, zodat het afgetapt wordt als destillaat. Verder zijn er ook 4 toevoegplaatsen om te voeden bij continue destillatie en 4 temperatuurmetingen over de kolom. De 4 liter boiler van de kolom wordt ofwel elektrisch ofwel door middel van een dubbele mantel verwarmd met thermische olie, tot een maximum van 150 graden Celsius. Er kan hier gewerkt worden bij een vacuüm van 25 millibar. De absolute druk wordt bovenaan de koeler gemeten. Pompen zijn voorzien om zowel atmosferisch als onder vacuüm te voeden en residu af te tappen bij een continue bediening. De kolom is quasi adiabatisch. De 50 liter glazen destillatiekolom wordt verwarmd met stoom van 2 bar of 120 graden Celsius. Een drukverschilmeting over de kolom stuurt de verwarming aan. De kolom kan zowel als batch of continu bediend worden. De kolom is opgebouwd uit 3 delen, die elk bestaan uit 10 borrelkappen. Elk deel bevat ook 5 plaatsen om staal te nemen, van zowel vloeistof als damp. De kolom heeft dus in totaal 30 praktische borrelkappen, wat neerkomt op een 22 TP en 15 staalnameplaatsen. Verder zijn er ook 3 toevoegplaatsen om te voeden bij continue destillatie en 4 temperatuurmetingen over de kolom. De reflux wordt geregeld door een trechter met magneet, die door middel van een elektromagneet aangestuurd wordt. De trechter zal het condensaat terugsturen naar de kolom of aftappen naar het destillaatvat. Er zijn 2 vaten van 25 liter beschikbaar om dit destillaat op te vangen. De voeding wordt opgepompt vanuit een 50 liter voedingsvat en voorverwarmd met stoom van 2 bar of 120 graden Celsius voor het voeden naar de kolom. Een regelklep is voorzien om het voedingsdebiet te controleren. Het residu kan gravitair afgelaten worden door een regelklep die gestuurd wordt door de niveaumeting in de boiler. Er kan hier gewerkt worden bij een vacuüm van 100 millibar. De absolute druk wordt bovenaan de koeler gemeten. De koeler is aangesloten op het centrale koelwatersysteem.